zijn hier bij Amos en we gaan de marketingmanager Fotocombinade interviewen. Kun je iets vertellen over Amos? Ja, Amos is onderdeel van Dames Shipyard. Dames Shipyard is een familiebedrijf en Amos is de, zeg maar, de superjachtbouwtak daarvan, gevestigd in Vlissingen. We bouwen hier boten, hele bijzondere boten, vanaf 50 meter tot wel 100 meter. En hebben hier de grootste jachtwerf van Nederland. En samen met ongeveer 1500 man bouwen we nu aan zo'n bijna 25 projecten. Hoeveel kost zo'n boot eigenlijk? Nou, heel veel optimisten, Quint. Over optimisten gesproken, heb je zelf vroeger optimisten gezet? Ja, ik ben op mijn vijfde begonnen, op de Kaag. Na de optimist ben ik doorgegaan naar de kadet. En zo ben ik eigenlijk ook voor de eerste keer op het Veerse Meer gekomen. Dat was in 1986. Het Open Belgisch Kampioenschap ging toen goed. Ben ik tweede geworden met mijn achterneef Oscar als bemanning. Mm-hmm. En heb daarna nooit meer de passie voor het wedstrijdzeilen verloren. En ben van de dinghies ook naar de grotere boten gegaan. En nu zeilen we als gezin nog steeds zoveel mogelijk. En toen heb je van je hobby werk gemaakt? Ja, ik was toen al helemaal gek van bootjes. En toen ik kon kiezen voor mijn studie, ben ik jachtbouw gaan studeren. En uiteindelijk ook bij een jachtbouwer terechtgekomen, bij Amos. En ik mag elke dag eigenlijk met mijn hobby bezig zijn. Fantastisch. Dat is geweldig. Wat vind je van Zeeland? Ja, ik vind Zeeland geweldig. Ik woon hier nu 12 jaar. Voordat ik hier naartoe kwam, dacht ik, het is alleen maar leuk om te zeilen. Maar het is eigenlijk ook geweldig om te wonen. We hebben een heel leuk huis hier, vlak achter de duinen. Ik ga elke dag op de fiets naar mijn kantoor. We hebben geen file. Middelburg is gezellig. Vlissingen is gezellig. Ja, ik vind het geweldig. En hebben ze nog mensen nodig bij Amos en Dame? Ja, wij zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen. Als je interesse hebt om ons hier op de werf te komen kijken, we hebben hier de open dag op 19 oktober. En dan kan je hier over de hele werf lopen om te komen zien wat we hier allemaal doen. En zien we je 6 en 7 juli dan bij de Zeelandraketten? Jazeker. En misschien zeil ik zelf al mee. Tot dan. Dank je, Quint. Dank je, Roos. Veel succes. Dank u wel.